Maandagavond 8 uur, tijd voor een gloednieuwe aflevering van Opinie hier op kanaal 8.3 Gof TV. Ik ben Abigail Kemp, van harte welkom. Burgerparticipatie is een proces dat de mogelijkheid biedt aan inwoners om publieke besluitvorming te beïnvloeden. Publieke betrokkenheid is een middel om ervoor te zorgen dat burgers een directe stem hebben bij publieke beslissingen. Vanavond in deze aflevering van Opinie hebben we twee gasten die nauw betrokken zijn bij burgerinitiatieven. Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daardoor vrijwillig in. Ze doen vrijwilligerswerk. Ze organiseren bijvoorbeeld schoonmaakacties of ondernemen acties om de veiligheid op te voeren ten einde de leefbaarheid in hun gebied te verbeteren. De gasten die we vanavond hebben zullen u meer vertellen. Blijft u kijken. De gasten voor vanavond zijn Monique Overman. Zij is voorzitter stichting Wibundru HKP. Overman is van huis uit leerkracht op het gewoon lager onderwijs. Zij is bijkans 1 jaar voorzitter van de stichting Wibundru Hanaslus Kersenproject. De roep naar een buurtorganisatie was groot, omdat het woon- en leefgenot van de buurt zwaar werd aangetast door de inbraken. Overman voelde zich geroepen, omdat zij zich graag inzet voor een veiligere buurt. De stichting heeft een eigen onderkomen, welke gefaciliteerd is door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Dames en heren, Monique Overman. Robbie Berghout. Hij is voorzitter van het NVWO. Berghout is van huis uit advocaat, gespecialiseerd in civiele zaken. Hij is ruim 40 jaar geleden gestart met buurtwerk, toen hij als medeoprichter en voorzitter met zijn teamgenoten de buurtorganisatie Stichting Ontwikkeling Wintiwaai en Omgeving in het leven heeft geroepen. Berghout, die in 1988 vertrok naar Nederland, is nu ongeveer 9 jaar terug in Suriname. Hij is momenteel voorzitter van de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties, NVWO. Zijn motto is: blijf steeds leren uit de ervaring en corrigeer de fouten die gemaakt zijn. Dames en heren, Robbie Berghout. Welkom gasten bij deze aflevering van Opinie. Het is al geweldig dat u zich inzet voor uw omgeving. Maar het belangrijkste van alles, waarom is burgerparticipatie belangrijk? Hoe beschrijft u dat? In elk land is het belangrijk, omdat nergens in de wereld, zelfs in de rijkste landen, heb je niet dat de overheid zoveel geld heeft en zoveel mensen om alles te doen. Ja. Dus het is altijd goed wanneer je de mensen zelf dingen niet overlaten voor Landi, vooral wanneer het gaat om hun eigen omgeving. We spreken van woongenot, woonplezier, ja, buurtveiligheid. Dat zijn zaken waarbij als je mensen hebt ter plekke die zelf de hand uit de mouw willen steken, helpen met de schoonmaak van het schoolterrein, zorgen dat de jongeren in de buurt na schooltijd iets te doen hebben, wat we zinvolle vrije tijdbesteding noemen. Ja. Wanneer je dat soort dingen hebt, dan zie je dat het een aantal positieve effecten heeft. Bijvoorbeeld de criminaliteit loopt terug en in de buurt geen burenruzie, de jongeren hebben iets te doen. Ja, het woonplezier neemt toe. Omdat als je al problemen hebt in je werk, of laten we zeggen op straat, ja, dan is het toch wel geweldig leuk wanneer je thuis komt in je woonomgeving, dat het daar leuk is, dat het daar gezellig is. Ja? Vandaar dat het goed is dat mensen, burgers van het land, waar je woont van Suriname ook dan ook, de hand uit de mouw steekt, wanneer het vooral gaat
om jouw directe woonomgeving. De omgeving waarin je woont. Dat is het belangrijke. Je kan het ook in je hand uitsteken op andere plekken in het land. Niet per se alleen waar je woont, maar vooral staat centraal waar je woont. Mevrouw Overman? Nou, zoals ik zou kunnen zeggen, ik sluit me aan bij de vorige spreker. Dat is het. Je bent gaan wonen in een omgeving. Het is niet een huurhuis waarin je blijft. Het is daar waar je... Men zou zeggen, je gaat daar oud worden. Er spelen bepaalde dingen. Het is een nieuwe buurt, dat moet ontwikkeld worden. Daar waar ik woon tenminste. Het is een nieuwe buurt. Het is iets van 6 jaren dat die daar staat. En er moeten nog heel wat dingen gedaan worden om het woonplezier nog meer te verhogen. Daardoor zijn we dus begonnen met deze werkgroep die vandaag de dag een stichting is geworden. Oké. Wat zijn de voordelen van burgerparticipatie, als we dat zo horen? Als ik kijk naar vorig jaar toen we zijn begonnen, naar nu toe, we hebben tot nu toe een aantal dingen bereikt. Mm-hmm. Het voordeel is dat mensen bij elkaar komen. Er is een Facebookgroep. Okay. Waarin het grootste deel van de buurt zit, denk ik hoor. Mm-hmm. Je hebt mensen die appgroepjes maken onderling. En je kan heel veel delen. Het project is groot. Mm-hmm. Doordat de mensen participeren, heb je dat. En als je bijvoorbeeld een keer vraagt van, hey, we willen de tussenweg schoonmaken, dan heb je mensen die komen helpen. Het kan wel meer, maar er zijn mensen die wel de handen uit de mouwen steken en ze komen helpen. Als je bijvoorbeeld zou zeggen van, hey, er is in de Paul Favreweg iets aan de hand. En dan heb je iedereen reageert. Je krijgt zelf videobeelden, je krijgt foto's. Omdat men gaat participeren van, hey, we zien dat als we met elkaar de hand in elkaar slaan. Dat we heel veel meer bereiken dan wanneer je, het lijkt alsof je op een eilandje woont. In ieder geval woon je niet op een eiland. Je ziet dat mensen samen dingen willen doen. En meneer Berghout, voor u, wat zijn de voordelen van burgerparticipatie? In de eerste plaats, mensen, als dat gebeurt, dan is dat een bewijs dat mensen bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat om het oplossen van problemen in de buurt. Hè. Ja. Twee, het brengt rust. Mm-hmm. Het brengt sfeer in een omgeving. En die rust, die sfeer, en heb je nodig om verder sociaal te groeien. Nou, en er zijn mensen, ik heb het gelukkig ook niet gehad, maar ik ken een aantal mensen die uit een buurt verhuizen omdat ze ruzie hebben met andere buren. Ze hebben de buurt onveilig gemaakt. Nou, wanneer je bereid bent om mee te doen in de ontwikkeling van je buurt, dat is al een bewijs dat je wil samenwerken. Ja, en samenwerken is een heel belangrijk ding in onze samenleving. Je wil samenwerken, je weet wat solidariteit betekent, onderlinge hulpverlening. Nou, en het brengt als voordeel dat je daardoor veiligheid kan creëren in een buurt. Want op het moment dat er iets er gebeurt dat abnormaal overkomt, iemand gedraagt zich raar, wordt de andere getipt en heel snel kan je ingrijpen, tijdig ingrijpen. In mijn geval ga ik een heel simpel voorbeeld, een echte waarheid, dat is pas een week geleden gebeurd met mijzelf. Dat is waar ik woon in Noord, ik woon in een stiwewa waarvan ik voorzitter ben, over de Paramaribo Zuid. Maar ik had een bijennest in mijn boom, ik wist het niet. En ik heb een meneer uitgenodigd, mijn eigen tuinman dan, hij heeft me gezegd dat ding er is. Mm-hmm. En laat hem dan maar verwijderen, wil je de brandweer bellen? Ik heb de brandweer gebeld, de brandweer is gekomen, ze hebben de bijennest verwijderd en ze hebben me gezegd, van meneer Berghout, gaan we wilt die dingen in de gaten houden? Maar ik dacht, nou ja, in de gaten houden, dan ben ik ook bang. Mm-hmm. Jongen, binnen een uur nadat de brandweer vertrokken is, begon dat ding weer vlam te kunnen en heeft gevlamd. Dat wist ik niet dat ze dat bedoelde met in de gaten houden. Wat bleek, dicht bij de buurt was er ook een oedoelosse houtluizennest. Dus dat is dan die. En die kan lang een vlam vatten, heel lang. Nou, ik moet je eerlijk wel zeggen,
als ik heb meteen gezien wat het voordeel is van buurtsamenwerking. Want als de buren me niet waren komen helpen, ja. Nou, dan had ik een probleem met mijn huis. Misschien was het niet helemaal afgebrand, maar de brandschade zou wel enorm zijn. Ja. En dankzij de goede verstandhouding die ik heb met mijn buren, echt een hele goede verstand. Nou, de buren waren massaal daar en me geholpen om wat dingen op te lossen. Dus ik heb zelf het voordeel al kunnen zien. Van een onderlinge goede verstandhouding, onderlinge samenwerking in een buurt. Wat ik nu geef is een concreet gebeurd, echt met mij is gebeurd, enkele dagen geleden, niet zo lang geleden. Maar in andere buurten dan zijn ook andere dingen die spelen. Bijvoorbeeld het mede helpen repareren van kuiltjes in de wegdek. Mm-hmm. Je kan wachten op OW, maar sommige dingen kan je gewoon met een schop doen en het oplossen. Waar je wat in een fascie. Dat is goed als je dat en zo dingen en doet. De ouders onderling helpen met het in de gaten houden van het gedrag van hun kinderen. Ja. Het moet niet zo erg worden als vroeger hoor. Want vroeger vond ik dat de bigismas een al te groot gezag hadden. Ja. Sociale controle. Het was te hevig, vooral in mijn tijd, het was te hevig als een bigisma iets op komt zeggen aan je moeder, dan heb je geen kans meer. En dan kan je niets meer zeggen. Zo erg. Maar het was wel een goede zaak. Dat had goede kanten. Goede kant is dat ouders heel snel konden ingrijpen. Dat was de goede kant ervan, hè? Want je werd heel snel geïnformeerd. Ja. En dus de sociale controle wil iedereen in het terug hebben. De minder prettige kant van het verleden houden we ervan uit. Hè? En dan houden we de goede ervan over. Denkt u dat er een link is tussen, of dat burgerparticipatie een link is tussen het ontwikkelen van een gemeenschap en het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken? Dat het een connector is, denkt u dat? Ik zou niet, natuurlijk, want elke gemeenschap kan je sneller, beter, makkelijker ontwikkelen als de mensen daar ter plekke mee doen. Waarom? Omdat ze de problemen kennen. Ja. Dus in de eerste plaats, wil je een oplossing brengen, dan moet je weten welke problemen daar zijn. En de problemen kan je aanpakken wanneer je met die mensen praat en zij geven aan wat de problemen zijn en waaraan willen ze voorrang geven. Dus niet alleen meedenken, meepraten, maar de andere kant ook meedoen. Dus op het moment dat die mensen meepraten, ja, meedenken, met voorstellen komen en daarnaast zelf ook met bijdrage willen leveren, fysieke bijdrage en soms zelfs financiële bijdrage willen leveren in het oplossen van de problemen. Wel, dan kan je met data zeggen, daar waar het probleem zo duren 6 maanden lang, omdat je op land moet wachten, duurt misschien maar 2 maanden omdat je zelf aanpakt. Je versnelt de oplossing daarvan. En als je dingen snel oplost, dan kan je snel groeien. Hè? Want hoe meer er eenheid is in een buurt, hoe meer er rust is in een buurt, des te meer voel je dat er vooruitgang is in de buurt. Want het gaat ook en de consequenties hebben voor de leerprestaties van kinderen. Het gaat consequenties hebben voor de criminaliteit in de buurt. Ja. Ja? Het gaat consequenties hebben voor de woonsituatie waar mensen onderling elkaar gaan helpen om bepaalde huisvestingsproblemen op te lossen. Ja? Er zijn een reeks van dingen die je kan noemen die direct de goede kant op gaan wanneer er sprake is van een onderlinge hulpverlening, ja, onderlinge samenwerking. Het is zo'n prijzenswaardig ding dat iedereen wil dat hebben. Ik kan me niet voorstellen dat je kan praten van een ideale buurt, of laat maar zeggen, streven naar een ideale buurt, als er geen onderlinge burgerparticipatie is. If this man, daar als hij die, nou was meneer Takanga, nou was maar. Ze bemoeien met elkaar, dan kan ik me niet indenken dat ze zo'n doelstelling zou kunnen realiseren. Ja? Ja. Dus het is een voorwaarde om een ideale buurt te realiseren. Een buurt waar er rust is en een woongenot, alleen maar leuke dingen. Dan betekent dat daar de mensen hebben begrepen dat ze elkaar moeten ondersteunen. Dat moet sprake van solidariteit, onderlinge samenwerking. Ja? Niet blijven wachten op de overheid. Mevrouw, ik wil daarop inhaken. Ja, ja. Wanneer je woont in een buurt en het is altijd prettig, het geeft een goed gevoel als je meehelpt om
bepaalde dingen op te lossen in die buurt. Waar bijvoorbeeld die tussenweg. Ja, ja. Het was een bruggetje. Mm-hmm. En bij regentijd was het letterlijk een modderpoel. En het is kleigrond. Dus daar had je dan klei en als je weet dat, gleipartijtjes. Ja, ja. We hebben toen gezegd, oké, we gaan dus vragen dat die weg een mooie weg wordt. Mm-hmm. Het was een gootje en dan een bruggetje erover. Ja. En daar heb je dan van, gaat het lukken? Want er was ook een perceel daar, iemand had een perceeltje daar. En toen werd er gezegd, ja maar, het is een perceel van iemand. Je blijft doordrukken en je krijgt heel wat mensen die bepaalde mensen kennen. Die kent dat. Oh, bel naar die. Ik denk dat die je beter kan helpen. Op een gegeven moment kom je dan de DC. Toch, ga je ontmoeten. Je gaat mevrouw Blokland ontmoeten. Want zij was dan bezig met de bussen ook te regelen voor ons. Oh, ja. En dan ga je dingen aan elkaar koppelen. Mm-hmm. Maar als die weer tussenweg komt, dan hoeven die bussen niet in die smalle weg te rijden. Want dan gaan naar Slusweg, is zo'n smalle weg. Mm-hmm. Je gaat dingen aan elkaar verbinden om die oplossing te krijgen. Dan niet alleen dat we een brede weg krijgen, een mooie weg krijgen, maar ook dat de bussen een mooiere plek krijgen om te rijden. Ja. Dus we zijn toen dingen aan elkaar gaan koppelen. Als we die tussenweg krijgen, dan kunnen die bussen dan daar rijden. Dan is het makkelijker voor de mensen om oud en nieuw te verbinden met elkaar. En dat komt doordat mensen zich gaan bemoeien met, meerdere mensen zich gaan bemoeien met het probleem. Tussenweg moest komen, bussen moesten rijden, die werkt daar, die kent die. Die burgerparticipatie. Ja, ja. Als je samenwerkt, kan je heel veel samen doen, heel veel samen bereiken. En net wat die meneer zegt, je voelt je prettiger, want we voelen ons prettiger. Ja. Ik heb de Hanna-Slusweg in geen maanden gezien, omdat ik echt wel van de tussenweg gebruik maak. Ja. U bent verbonden aan een stichting. Ja. Welke activiteiten ontplooit de stichting precies? Waarmee houden jullie je bezig? We zijn een jonge stichting. We hebben vorig jaar een buurtbeveiligingsvergadering gehouden. Ja. De werkgroep is ook zo ontstaan. We waren eerst een werkgroep. Mm-hmm. En op een gegeven moment zijn we dus gerold naar stichting. En, want als je stichting bent, houdt men veel meer rekening. Men luistert ook eerder naar je. En je kan veel meer bereiken op die manier. En, buurtbeveiliging, omdat men behoorlijk wat, inbraken daar. Mm-hmm. Het is nu ook minder geworden hoor. Ik denk ook doordat men weet dat we nu op elkaar letten, op elkaars huizen letten, ja, dat het minder is geworden. Het was toen 28 april. En ja, het was teleurstellend, de opkomst was teleurstellend, maar er is vraag naar de beveiliging. Ja. Want zo is die werkgroep ontstaan. Dus dat was onze eerste activiteit. Daarna hadden we een moederdag bingo drive. Mm-hmm. Opkomst was ook een beetje teleurstellend, mm-hmm, nog. Maar het gaat de goede kant op. We hebben toen een moederdag bingo drive gehad. Toen hadden we een tijdje rust, omdat we richting waren stichting. Mm-hmm. We hebben ondersteuning gehad van SOSAVO, van de minister Polak. Yeah. Hebben we ondersteuning gehad. We zijn toen in september stichting geworden. We hebben 3 maart, 2 maart, hebben we een barbecue fundraising gehouden. Mm-hmm. De opkomst was goed. We waren voor 9 uur uitverkocht. 'S morgens? 'S avonds. Ja, dat was zaterdag. Mm-hmm. En we gaan nu naar onze tweede barbecue fundraising. Dat is 30 maart. Oké. Okay. U gaf eerder aan dat uw organisatie vanuit een werkgroep begonnen is. Ja. Wat was het initiatief om met de werkgroep te beginnen? Dus het kwam door de inbraken. Oké. Okay. Wanneer je thuis kwam. Het is een buurt waarbij iedereen werkt. Ja, ja. Als je niet werkt, kan je huis niet betalen. Je kan de hypotheek niet betalen. Ja. En dat hebben de rovers door. Dus ze komen en je komt thuis en je huis is half leeg gehaald. En met hoeveel man zijn jullie toen gestart in de werkgroep? We waren toen met 22. Zo okay. groot was die groep. Ja. Ja. En vanuit die groep toen weer een andere groep en nu een groep van 9 mensen. Ja. En we hebben toen gezegd van, weet je, we gaan dit zelf aanpakken. De politie komt, maar ja, meestal zijn ze dan een beetje laat. Pas wanneer je thuis komt, zie je dat er ingebroken is. Ja, ja. En dan de politie bellen. Mm-hmm. We hebben toen gezegd, weet je wat, dit gaan we zelf aanpakken. We gaan zelf proberen om de buurt te gaan beveiligen. Mm-hmm. En om een bedrijf aan te trekken en te vragen van, hier kunnen jullie dat doen. Het is een behoorlijk groot project. Mm-hmm. We hadden een bedrijf aangetrokken, maar financieel zat het bedrijf nog niet zo goed. Mm-hmm. Een beetje onderschatting van dat probleem. Wij ook hoor. Yeah. Wij ook. En met de tijd leer je. En we zijn nog dus daarmee nog bezig. We zijn nog niet zo ver om de buurt nog te beveiligen. We zijn weer bezig met 2 bedrijven. En dan gaan we kijken als het hiermee wel gaat lukken.
Wordt er maandelijks een bedrag betaald door de buurt? We zijn nog steeds niet zo ver. Okay. Het gaat er echt om dat de bedrijven een dusdanige aanpak moeten hebben. Ja. En dusdanig overtuigend, want gelooft u me, mocht er een bedrijf daar komen en die zegt van weet je wat, we nemen het op ons. Mm-hmm. Iedereen betaalt zo'n bedrag, hij betaalt het. Het kan nog altijd gebeuren dat er ingebroken wordt. Ja. Het kan, het project staat open. Mm-hmm. We grenzen aan, aan boerderijen. Okay. Waarbij ik soms koeien zelf doorbreken en het inkomen. Ja, ja. Koeien doorbreken. Ze komen op je ernst eten, je gras, dus mm-hmm. je bloemen. Dus het project staat open. Dus als die koeien doorbreken, mensen ook. Dus sowieso. En we hebben die tussenweg. Ja, ja. Waarbij we hebben de Hanaslusweg. Het project staat gewoon open. Dus men moet dat begrip ook hebben. Zeg, hey, als dat bedrijf komt, je betaalt wat. Het is geen 100% dat die beveiliging er is. Sowieso ga je bepaalde dingen in de kiem smoren. Het is niet makkelijk meer om het project binnen te komen en te komen doen wat je wil. Mm-hmm. We hebben ook de bussen nu. Ja, ja. Alle soort mensen stappen uit die bus. Klopt. En doen alsof ze bij tante op bezoek gaan. Je weet het niet. Ja. Dus we zijn nog bezig om te kijken hoe we die buurt kunnen beveiligen. Samen met de buurt. En dat we een goede verstandhouding hebben van hey, mocht het zijn dat er toch een keer wat gebeurt, dat het niet moet zijn dat jullie die... Dat bedrijf als het ware gaan ophangen aan de hoogste boom. Het is een jonge stichting, dus nog veel werk aan de winkel. Er is nog veel werk aan de winkel. Oké, maar is dan ook voor de buurtbewoners belangrijk om te participeren, te brainstormen? Ja, we hebben ze vaker gevraagd. Er komen vrijwilligers hoor. Ja. Ik heb nu 2 mensen die erbij zijn gekomen. Mm-hmm. 3, mevrouw Nesta, mevrouw Kalu en... Mevrouw T zei me laatst ook dat ze erbij wil komen. Mm-hmm. Dus er zijn mensen die erbij willen komen, dat vinden we prettig. Ja. Dus de eerstvolgende vergadering zitten die erbij. Okay. En dan brainstormen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, helemaal. En meneer Berghout, waarmee houdt uw organisatie zich precies bezig? Ja, onze organisatie is een landelijke federatie. De naam is de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisatie, de NVWO. Mm-hmm. In de bestaande welzijnsorganisaties, stichtingen, die zijn bij ons aangesloten. Overal in het land, in het binnenland, Nikeri, Sipaliwini, Achoni, Komowijnen, die zijn aangesloten. En wij richten ons op het versterken van die organisatie. Ervoor zorgen dragen dat ze optimaal het werk in hun omgeving kunnen doen. Dus ze krijgen volledige ondersteuning. Maar daarnaast richten we ons ook op nationale vraagstukken. We geven voorlichting over allerlei onderwerpen. En wij proberen de onderlinge samenwerking tussen verschillende soorten, tussen de jongeren en de senioren. Ja? Proberen wij dat te stimuleren, ervoor zorg dragen dat jongeren ook en senioren helpen, die senioren de jongeren ook helpen. Er zijn een aantal vraagstukken. De verenigingen die zich bezighouden met sport en met werkgelegenheid en met onderwijs en noem maar op. Ja. Wij zorgen ervoor dat hun mensen getraind worden, want hoe meer kennis jouw mensen hebben, des te beter zij zullen presteren in het veld. En waarin trainen jullie ze precies? We leren ze omgaan met de mensen die ze bedienen. Okay. Hoe moet je een project schrijven? Mm-hmm. Hoe moet je een project managen? Een begroting? En hoe moet je omgaan met agressieve jongeren of getraumatiseerde mensen? Noem maar op. Er zijn een heleboel aspecten die aan orde komen, zodat zij toch wel het werk goed kunnen doen. Want het probleem wat we hebben is verschillend. Deels is het geld, zeg maar geen geld, dat is een heel ernstig probleem. Ja? Maar het is ook te maken met kennis. Het is ook te maken met het niet beschikbaar zijn van accommodaties. Er zijn verschillende soorten problemen. En in elk opzicht proberen we in te grijpen. Zorg dat de accommodaties er zijn. Want als je bijvoorbeeld, laat me bijvoorbeeld nemen, zeg maar, zoals je dan zegt, is van Hanaslus. Ja, als zij de jongeren daar bezig willen houden,
na schooltijd, dus zeg maar 3 uur en 7 uur 's avonds, ja, dan moet zij ervoor zorg dragen dat die accommodaties en de activiteiten in de buurt plaatsvinden. Want geloof me, er zijn heel weinig jongeren die van huis zullen gaan 5-6 kilometer verder voor ontspanning. Nee, het moet zoveel mogelijk in de buurt zijn. Dan heb je meer kansen tot optimale participatie. Ja? En het brengen naar de mensen toe van de faciliteiten, dat is een hele operatie op zich. En daarmee houden we ons ook bezig. Dus wij doen wat onderzoek, omdat we exact moeten weten in welke omgeving ontbreken er welke accommodaties. Ja? Wat moeten we waar naartoe brengen? Om de lokaal ter plekke opererende organisatie te steunen. Maar ook moet je ze leren hoe ze vrijwilligers moeten werven. Maar ook hoe ze moeten omgaan met die vrijwilligers. Ja. Ja? Want je moet een behoudbeleid voeren. Dus je hebt twee problemen, twee uitdagingen. Uitdaging 1 is om die mensen te vinden. Mm-hmm. Vooral als het gaat om gratis werk. Ja? En uitdaging 2 is hoe moet je je gedragen om ze te behouden. Ja. Ja? Dat soort kennis dragen wij over. Met de bedoeling dat het werk daar optimaal zal geschieden. Als werk optimaal geschiet daar, dat betekent dat er rust daar is, want er is genoeg te doen dan. Ja? Dus er is gezelligheid, er is rust, er is talentontwikkeling. Ja? Want tot nu toe merken we op dat iemand met zwemmen uitblinkt, omdat hij of zij makkelijk kan gaan zwemmen in de buurt. Maar niet alle buurt hebben een zwembad. Yes, een atletiek. Niet in alle buurten heb je een atletiekbaan en een atletiek trainer. Mm-hmm. Ja, dus er zijn heel veel talenten, vooral in dat soort wijken. Yeah. Heel veel talenten. Nou, dan moet je ervoor zorg dragen dat je de voorwaarden creëert om dat soort ontwikkelingen tot stand te brengen. Is er een samenwerking met de overheid of met andere bedrijven? We hebben een hele goede samenwerking met de overheid, in dit geval het ministerie van Onderwijs en Jeugd- en Sportzaken. En ik denk dat elke organisatie die daadwerkelijk in een omgeving, welke omgeving dan ook, actief wil zijn, genoodzaakt zal zijn om allianties te sluiten. Je moet ook samen met een resortraad, met de politie, met de scholen, met de kerken. Jullie werken allemaal in dezelfde omgeving voor dezelfde mensen. Ja. En jullie kunnen, als jullie de hand in elkaar slaan, kan je heel veel voor elkaar betekenen. De overheid is geen fan, de kerk is geen fan. Dus kijk op welke wijze je met die mensen kunnen samenwerken. Zolang ze elkaar maar respecteren. Want je werkt samen met ze. Kijk bijvoorbeeld, elke organisatie stelt op prijs zijn zelfstandigheid. Hè? Ik werk met je samen, dat betekent niet dat ik een onderafdeling van jou ben. Ja. Je moet mij in mijn zelfstandigheid respecteren. Nou, zolang dat aan de orde is, dan denk ik wel dat je heel veel kan bereiken. Heel veel kan halen uit die samenwerking. Ja. Mevrouw Overman, de mate van burgerparticipatie in uw omgeving, bent u daar tevreden mee? Nee, nog niet. Ja? Het kan best wel meer. Mm-hmm. Het is een grote buurt, ongeveer 800 huishoudens. Ja. En we vragen ook dat men meer gaat doen. Er is heel veel werk, het is een nieuw project. Ja. En we hebben bijvoorbeeld gevraagd dat er bushaltes komen. Bruggen over de kanalen, want het zijn echt wel grote, lange kanalen. En we hebben dan gevraagd dat er bruggen erover komen. Er zitten mensen op bepaalde plekken, dichtbij. Ja, overheid. Bij de overheid. Ja. Om dat soort dingen zo snel mogelijk te laten gebeuren. Oké, hoe denkt u dat u de mensen nog meer kan gaan betrekken in de burgerparticipatie van Hanna's Lusse omgeving? We hebben meer activiteiten gepland. Ja. We hebben bijvoorbeeld met Vaderdag willen we de vaders uitnodigen om hun auto's te komen wassen bij ons. Mm-hmm. En dan gaan we daar gesprekken aan doen, want toen we de laatste barbecueavond hadden. Ja. Iedereen die kwam, knoop een gesprek aan. Ja. En dan hoor je dat die met dat zit en die heeft zo een oplossing. Dus door deze activiteiten te houden, mm-hmm. Trekken ook de mensen naar ons toe. En we houden gesprekken met ze. Ja. En we gaan een car wash houden voor de vaders. Ze komen dan hun auto brengen, een zacht prijsje. En dan wordt die auto gewassen en dan gaan we in gesprek met ze. We willen een bunkopo serie houden. Mm-hmm.
waarbij we dan weer het project bij gaan betrekken. De mensen gaan ook zelf dingen komen verkopen. De mensen van het project zelf gaan spullen aan de man brengen. En dan heb je dan weer mensen bij elkaar, weer praten over dingen. Die onderlinge issues. Samenwerken. Ja, die onderlinge samenwerken. Het gaat echt erom zoveel mogelijk activiteiten hebben. Zoveel mogelijk mensen uit de huizen laten komen. En onderling elkaar ook leren kennen. Ja. Elkaar ook leren kennen. We hebben ook contact met Haye de Vries, meneer Leeuw. Die wil ook een sportdag komen houden voor de jeugdigen daar. Okay. Daar heb je dan weer dat we bij elkaar komen. Ja. We hebben meneer Molhoop van HiJet. Die wil een training komen geven, EHBO-trainingen komen verzorgen. Heb je weer die burgerparticipatie nodig daar. En dat men echt uit de huizen komt en dat komt leren. We hebben een paar gevallen gehad. Waarom we over meneer Molhoop hebben gevraagd om hulp. Er was een dame bevallen in de buurt, niet ver van mij, schuins tegenover mijn woning. En onderweg naar AZ moet het zijn, heeft dat kindje het niet gehaald. En we hadden dan weer 4 weken geleden, meneer, ik zal zijn naam maar niet noemen, maar een buurtbewoner die voor zijn kinderen in elkaar gezakt is. En hij heeft de geest gegeven. Ja, en die kinderen renden in de buurt, was waar alleen thuis. Mijn moeder was niet thuis. En die kinderen zochten in de buurt naar hulp, van papa is gevallen. Hadden we een team, een traumateam, want we hebben dat ook gevraagd direct naar diezelfde dag van mensen willen een traumateam opzetten. Hadden we een traumateam, dat was misschien niet zo ver gekomen met die manier. Dus al dat soort dingen zitten we te denken. Tot nu toe hebben we die participatie ook niet gehad voor een traumateam. 2 mensen, dat vind ik toch wel weinig voor een buurt met 800 huishoudens. Ik denk dat men de noodzaak van het trauma die nog moet ingaan zien. Klopt. Wanneer het voor je deur is, dan besef je het best. Dan besef je het best. Ja. Meneer Berghout. Ja, sorry hoor. Meneer Berghout, als u naar uw organisatie kijkt, bent u tevreden met de participatie daar? Nou, ik zou zeggen, de Federatie de Nationale Vereniging bestaat niet zo lang. Ja. Waardoor wij dit soort metingen nog niet hebben gedaan. Maar ik ben wel tevreden met de mate waarin organisaties zich aansluiten. Ons streven is om dit jaar nog, dus voor 1 december 2020, zover te zijn dat we gerust moeten kunnen zeggen dat meer dan 60% van de in Suriname bestaande organisaties zijn aangesloten. Dat is een geweldige prestatie als dat zou lukken en we koersen er naartoe. Wat we verder willen stimuleren is de participatie van de mensen in de wijken van onze leden. Als we een lid hebben, opereert op Flora of op in de Brokkoponde, dat inderdaad die participatie daar optimaal is. Dat die mensen meedoen aan de activiteiten van de organisatie. Dat betekent dat je moet uitleggen hoe je dat moet opzetten om de participatie te stimuleren. Hè? Ja. Dat gaat niet automatisch vanzelf. Het is ook een groeiproces. Hoe peil je de interesse van je mensen? Wat zijn de dingen die wij voor ze kunnen doen? En hoe kunnen we dat peilen? Wij hebben wel nog steeds de indruk dat wij gewend zijn, dat we een noodzakelijke organisatie zijn, dat wij een ruggengraat vormen voor de organisaties die er al zijn. Dat ze voordeel aan ons hebben. Goed, eigenlijk ook de opkomst bij vergaderingen. We hebben toevallig voor volgende week een ledenvergadering. Dat wordt in de nacht gehouden, volgende week zaterdag. Nou, en dan worden allerlei dingen daar besproken. Ja. Over het reilen en zeilen van organisatie. En wat de knelpunten zijn, hoe kunnen we zaken oppakken en oplossen. Dus ik moet zeggen, van tot op dit moment heb ik wel een tevreden gevoel. Oké. Ja. Een tevreden gevoel. Mag ik ook dan direct vragen als u tevreden bent met de burgerparticipatie all over in Suriname? Als u het algemeen bekijkt? Nee, dat kan ik niet meteen zeggen. Nee. 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 Nou, wat dat betreft is er heel veel werk aan de winkel. Wachten we nog te veel op de overheid? Onder andere ja. Ja, er wordt. Ik denk dat het besef van Surinamers dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren. Dat ze die kracht hebben
om een wending te brengen in hun eigen situatie, dat het besef nog verder moet groeien dan het nu is. Ja, en dat is werk wat de bestaande organisatie hebben. Hè. Hoe stimuleren wij deze bewustwording? Ja? Ja. Dat mensen inderdaad geïnteresseerd raken om een bijdrage te leveren. Dat wordt niet gezien als een hoge prioriteit. Men moet ook gaan begrijpen dat met money boom, want iedereen heeft geld nodig om uit te komen. Ja. Het is ook goed dat je daarnaast ook kijkt van op welke wijze kan ik rust brengen in mijn eigen omgeving, voor mezelf of voor mijn kinderen. Ja. Toch? En een van de manieren om dat te brengen is om zelf te helpen, mee te helpen. Want een organisatie die daar in de buurt opereert, kan pas werken als mensen daarin een bijdrage leveren. Ze hebben vrijwilligers nodig. En die vrijwilligers die zijn weer op hun beurt enthousiast als mensen komen. Ja. Ja, want als je dorpelijk vrijwilliger, maar je staat daar en er komen geen mensen, dan raak je gedemotiveerd. Je raakt je interesse kwijt. Want je krijgt het gevoel alsof die mensen jou niet belangrijk vinden. Je bent zinloos. Dan raak je gedemotiveerd. Je gaat zien dat hoe meer mensen meedoen, des te enthousiaster de vrijwilligers zijn. En des te meer zij zich gaan inzetten ook. Ja? Dus het is een soort in elkaar grijpend proces. Belangrijk is nu de mensen bewust maken van de problemen die in hun omgeving zijn. Ja. Ja? En ze bewust maken van het feit van hier, Winsland die komt, wij kunnen alvast hiermee beginnen. Ik vertaal het heel simpel van beginnen met het goede terwijl het betere opkomst is. Wat dat morgen bewoon, maar wie jij aan zo kan doen. Mevrouw Overman, ik zag u knikken toen meneer Berghout zei dat hij niet tevreden is. Hoe denkt u daarover? Dat speelt bij mij. Mm-hmm. En, kijk, we maken die tussenweg. We hebben erachteraan gezien dat die tussenweg moest komen. Ja. Dus die tussenweg er. En je hebt aan weerskanten dan weer een groei van een gras. En we onderhouden dat zelf. Okay. En voordat we dat doen, dan doen we oproep. Mm-hmm. Mensen, weet je, in de Facebook-page. Op die Facebook-page, want 800 zoveel mensen zitten daar. Ik zeg, we gaan de tussenweg schoonmaken. We hebben zakken nodig, we hebben touw nodig voor die brushcutter. We hebben benzine, dus we schrijven zo dat rijtje toen nodig hebben. Ja. En als u dat niet heeft, komt u ons helpen. Mm-hmm. En dan ziet u dan weer dat wij alleen daar staan. Misschien één of twee mensen die komen. Sommige rijden laatst even wel zakken, anderen brengen water. Mm-hmm. Maar niet dat men echt uitstapt. Ja. En actief kan participeren. Ja, kan participeren. En het mooie daarvan is, wanneer we hebben schoongemaakt, we gaan meestal 's morgens vroeg. Mm-hmm. Als we het 1 uur weer langs rijden, dan zie je weer een paar flessen. Dus Surinamers moeten echt daarmee gaan ophouden. Ja. Maar het is dan mooi gemaakt en dan zie je flessen, je ziet weer van alle rommel weer liggen. En iemand zei een keer van ja, maar misschien zijn wij het niet die in het project wonen, maar mensen die op bezoek komen. Ja. Ik zei, dat praat ook tot jullie bezoekers. Mm-hmm. Want als er mensen in het project komen, dan zijn mensen die sowieso naar een van de huizen daar gaan. Ja. Praat tot je bezoekers, zeg kijk, ik weet niet wat je onderweg hebt gedaan toen je in die tussenweg reed. Mm-hmm. Maar dit project, dat is ons project. Niemand moet het komen bevuilen. We zijn nu bezig ook met de paasvakantie, mm-hmm. willen we de jongeren oproepen. Ja. De meeste rioleringen, mm-hmm. dat zijn die smalle gootjes zo voor onze deuren, die zitten vol gras. Mm-hmm. Dus we willen dan met de buurt, met de jongeren van de buurt, willen we dan al dat soort die rioleringen dan gaan openmaken. Het is vooral te zien bij de geprojecteerde delen, daar waar de RGD-pool moet komen. Dat is ook een van de dingen waarmee het project zit. RGD-pool is geprojecteerd. Mm-hmm. Dat is net voor mijn huis, staat dat gedeelte. En het staat er nog niet. Mm-hmm. En dan heb je gras zo hoog als het kan, dan voor je deur. En alles slipt dicht. Dus wanneer het regent, dan heb je dan zo'n plasje rondom dat gedeelte heen. Dus we willen altijd die rioleringen gaan openmaken. Mm-hmm. We willen met de jongeren ook zwerfvuil op gaan ruimen. Ik had een geval laatst waarbij iemand een vuil is gaan dumpen. En dat ziet u door die burgerparticipatie. Die persoon heeft dat ding gedumpt, 's avonds. Mm-hmm. Ik was die dag in een vergadering, waren we op kantoor. Ik kom thuis en ik zie berichten binnenkomen van een paar buurtbewoners. Ja, buren hebben vuil gedumpt, daar en daar en daar. En ik dacht,
die werkelijk hebben we gezien. Maar het was op het gedeelte van de Rashif en die gooit ook rommel daar omdat hij gaat verhogen om te verkavelen. Ja, ja. Ik zei werkelijk, ik heb veel gezien. En met alle namen toen aan het is die persoon, weet het precies, zit in die burgerparticipatie. Ja, ja, ja. En ze wisten precies, ze moeten het naar mevrouw Overman sturen. De kracht van burgerparticipatie. Ziet u? Ja. Ze wisten, ik moet naar mevrouw Overman sturen. Dus ik zeg toen, oké, hoe pak je dit aan? Mm-hmm. Ik heb toen gebeld naar die en die en die, waarvan ik weet, die zijn dicht bij die persoon. Mm-hmm. En op een gegeven moment is het opgeruimd. Oké, okay. Ja. U heeft beide aangegeven dat u nog niet tevreden bent met de participatie van Surinamers als het gaat om burgerparticipatie. Hoe denkt u hierin verandering te brengen? Nou, ik ga eerlijk zeggen, we hebben laatst weer gezeten. Ik zeg, hoe kunnen we de mensen nog meer trekken om mee te doen? Mm-hmm. U zei het net, volgens mij moeten mensen eerst dingen meemaken voordat ze gaan participeren. Maar is het vaak te laat? Is het vaak te laat? Ja. We hebben nu gehad dat men de huizen binnen gaat. Mm-hmm. We hebben een groepje jongens, ik heb lang niets van ze gehoord, maar er was een groepje jongens, een groepje van 10 tot 14 jongens. Ook in die leeftijdsklasse, 10 tot 14 jaar denk ik, die dat project terroriseerden. Gympies wegnamen, fietsen, weet maar je. Maar zijn mensen die op het project zelf wonen? Dat weten we niet eens. Okay. We gaan sowieso jongetjes vandaar. Ik denk niet, ik ga het niet uitsluiten. Ik denk dat het is een samenwerking. Mm-hmm. Want de jongetjes van het project die kennen ook de huizen, die weten ook precies wie wat buiten zet. Want ze sowieso eerst hun plan maken voordat ze de buurt inkomen. Mm-hmm. Onze zekeringen uitschakelen, zo ver gingen ze. Mm-hmm. Ze schakelen de zekeringen uit op de erf, vooral de erven die nog openstaan. Yeah. En we begonnen toen in de groep te zetten. Je ziet mensen gaan dingen in de groep zetten. Ja, hebben jullie gemerkt dat dit gebeurt? En nee, maar moet je den boy maken? Je weet, maar ja, nou, ja. En ik denk dat jongetjes die misschien, wiens ouders misschien ook weten dat de jongens dat project inlopen met een groep, mm-hmm. dat ze hun kinderen mogen te waarschuwen. Ze zeggen, hé, jij loopt in een groep. Kan het zijn dat jij ook dat soort dingen doet? Dus we proberen zoveel mogelijk in die Facebookgroep zoveel mogelijk te trekken. Mm-hmm. Ja, hé, we gaan dit hebben, we gaan dat doen. We hebben dat gemerkt, wie zou daarmee kunnen helpen? We proberen om mensen zoveel mogelijk te betrekken. Als we brieven hebben gestuurd naar ministeries, zetten we die brieven ook in die groep. Zodat mensen zien waar we brieven naartoe gaan. En we vragen ook. Ja, we vragen suggesties. Ja. Mensen halen zelf taalfouten voor ons erin. Dus, ja, maar dat is teamwork. Is teamwork. Ja. Dus we proberen op die manier mensen te betrekken. Maar als ik luister naar meneer Berghout, we hebben ook die trainingen nodig. Wat kunnen we nog meer doen om de mensen te trekken? Dat wil zeggen dat u na het programma in contact zal treden met meneer Absoluut. Berghout. Ja. Absoluut, we hebben die hulp nodig om te weten wat kunnen we nog meer doen. We zijn jong, mm-hmm. we zijn in september een stichting geworden, we zijn nog jong. En we hebben echt die hulp nodig, we hebben die versterking nodig. Mm-hmm. Wat wij als leden zouden kunnen doen om de rest erbij te betrekken. Meneer Berghout? Ja, kijk, dit is een mentaliteitsvraagstuk toch. En, mensen moeten anders gaan denken, mensen moeten zich anders gaan gedragen. En zodra het gaat om beïnvloeden van je denken, van je gedrag, dan is informatie, voorlichting een heel belangrijke rol. Waar begin je dan? Jongeren is een hele goede bron daarvan. Dus de informatie op die scholen. Ik weet niet hoeveel scholen ze daar hebben, maar in de buurt is heel goed. Want je krijgt die jongeren niet zo makkelijk naar een bijeenkomst in de middaguren, in de vrije tijd. Maar je zou op de scholen bepaalde dingen kunnen doen. Maar nogmaals, je moet vooral ingrijpen in het trainen, in voorlichtingsbijeenkomsten, in discussieavonden. En ook daarmee leren groeien. Want ga niet denken dat als je het doet de eerste keer dat direct 200, 300, 300 mensen daar zullen zijn. Maar de 30 of 20 mensen die daar komen, die beginnen de zaak te beïnvloeden. En zo gaat het groeien. Dus ik zie geen oplossing direct in elke week. Nee, maar ik denk wel dat als je daadwerkelijk ermee start, dat je binnen een jaar als duidelijke verandering zal kunnen zien. En je moet gewoon maar doorzetten daarmee met het geven van die informatie, het komen met concrete voorbeelden van gevallen die
in de buurt plaatsvinden, maar ook dicht bij de buurt, buiten de buurt dus. Ik denk dat die dingen helpen om mensen bewust te maken voor opportunisme AI. Mm-hmm. En dat zij zich anders moeten gaan opstellen. Yes. We komen zo zoetjes aan het einde van het programma. Rest mij u nog te vragen om aan de samenleving een oproep te doen, dan wel een korte boodschap te geven. U mag dat nu doen. Mijn boodschap, of nou, ik wil dit zeggen, ervan zeggen. Er zijn projecten, ik zei net geprojecteerde delen in het in een gebied, in het project. De meneer sprak net over scholen. We hebben geen school in het project zelf. Er is wel een geprojecteerd gedeelte waar een school moet komen. Dat staat ook onder wie? Dat is van Minof. RGD moet daar komen, de politie. Er is een mall en die moet nog afgemaakt worden. Daar kunnen we onze nutsvoorzieningen betalen. En net daarachter komt de SPSB-bank en de brandweer. We vragen van hieruit dat de overheid ons dat gunt. Dat ze dat in orde maken. Het is aan ons beloofd. Kom, maak het in orde voor ons. En, we hebben het nodig. Het is een grote buurt. Voordat de ambulance daar komt om ons te helpen. Als er een RGD-poli daar is, zijn we geholpen. Ja. En als die nutsvoorzieningen betaald kunnen worden daar, hoef ik niet helemaal naar de stad om dat te doen. Want nu moeten we helemaal naar de stad of naar Lelydorp om nutsvoorzieningen te betalen. Ja. Je hebt wel van die EBS en hulpdingetjes zo bij mensen thuis. Ja. Maar soms komt die rekening niet op tijd binnen. Dus van hieruit vraag ik aan de overheid dat ze dat wat ze beloofd hebben, de speeltuinen voor de kinderen, dat ze dat in orde maken. Ja. Er is een voetbalveld, een kunstmat. Ja. Dat wordt beheerd door meneer Pinas. Dat ziet er goed uit. De jongens kunnen daar voetballen. Ze hebben hun, hoe noem je dat? Ze kunnen zich hun ei kwijt een beetje. Ze kunnen die energie een beetje kwijt op het voetbalveld. Maar die meisjes hebben niets. Er worden nu basketbaltrainingen gegeven in het oud project. Dus alle moeders trekken met hun kinderen die kant op. Ja, ja. We vragen dus van hieruit dat de overheid ons helpt om zoveel mogelijk te helpen om recreatie op te zetten voor de kinderen daar. Ook voor de mensen die diabetes zijn, dat we willen een renbaan hebben. Net als Gladiolenplein, er is ruimte zat. Okay. Dat mensen daar kunnen gaan bewegen, vooral vrouwen, moeders. Mm-hmm. En kunnen gaan bewegen daar. Ik wil van hieruit ook vragen dat de bruggetjes komen over de kanalen. Want de bussen maken een cirkel rondom het kanaal. Het is een best wel breed en lang kanaal. Je kan de bus dan naar deze kant hebben gemist, maar je kan nog steeds oversteken en hem aan de andere kant pakken. Vooral de mensen die slechter been zijn. Je hebt bijvoorbeeld de meneer Sabayo daar, die in een rolstoel zit. Hij is pas weduwnaar geworden. En hij heeft 5 jonge kinderen. Het zijn ook gezinnen waarnaar er gekeken moet worden, extra gekeken moet worden. Wat zou ik nog meer kunnen zeggen? We gaan naar de hoorzittingen. Ja. En ik mag niet jokken. Het moment dat we daar zijn en we hebben ons zegje gedaan, heb je de DC die bepaalde dingen al op begint. De DC-hankers die helpt. Ja. Dus we gaan naar de hoorzittingen. We hebben laatst een training gevolgd van Rode Kruis. Mm-hmm. Waarbij ze ons stoels gaven om je buurt van zwerfvuil te ontdoen. Of ervoor te zorgen dat er niet te veel zwerfvuil naar binnen komt. Dus dat soort dingen volgen we ook. Dus we vragen van hieruit aan de Rode Kruis. Kom ook het project binnen. Kom ook een training daar geven. We hebben een gebouwtje. Mm-hmm. We kunnen mensen oproepen, zodat ze daar ook een training kunnen volgen. Het is een nieuw project. We hebben heel veel nodig daar. Ook de markt. Mm-hmm. Als ze ook dat voor ons kunnen doen. Want nu moeten we allemaal uit de buurt om onze groenten te gaan kopen. Mm-hmm. Er is wel een Chinese winkel daar die wat groenten verkoopt. Maar echt verse groenten, dat hebben we niet elke dag. Maar planten de mensen niet zelf daar? Ik plant bijvoorbeeld hoor. Ik heb een moestuintje. Yeah. Mm-hmm. Maar niet iedereen kan dat doen. Want als je plant, moet je het ook kunnen onderhouden. En als ik 7 uur uit huis ga en 6 uur thuis kom, wanneer heb ik tijd om naar het moestuintje te kijken? Mm-hmm. Dus als we... Het helpt ook anderen, want je hebt mensen die dusdanig planten dat ze ook kunnen verkopen aan anderen. Ja. Dus als we zo een tentje kunnen krijgen waar mensen ook hun dingen kunnen verkopen, is meegenomen. Ja. Ondernemerschap in de buurt willen we sowieso bevorderen. De eerste persoon die die buurt zou gaan beveiligen, was een buurtbewoner. Ja. En de persoon die nu ermee bezig is, is weer een buurtbewoner. We gunnen het echt de buurtbewoners dat ze zelf dingen in die buurt kunnen doen. Meneer Berghout,
Ja, tot nou, slot aan de kijkers. Ik heb gewoon meer algemeen vanuit mijn positie als een voorzitter van de nationale organisatie. Ja. Zij staat heel dicht bij de mensen. We zeggen dat zijn de eerste lijnsorganisatie, we zijn op tweede lijnsniveau. Dus wij praten meer over dat mensen moeten beseffen, moeten begrijpen dat zij onderdeel zijn van de buurt waarin ze wonen. En dat de sfeer in de buurt bevorderen hun ook ten goede komt. Oh. Dat je niet alleen rust voor jezelf, maar ook rust voor je kinderen. Dat is heel belangrijk. Dus mensen moeten begrijpen dat schoonhouden van je buurt, jouw kinderen en vragen om deel te nemen aan activiteiten van de organisatie die daar actief bezig is. Dat zijn allemaal alleen maar goede zaken. Want dat heeft te maken met onderlinge samenwerken, met saamhorigheid, met stimuleren van solidariteit. En dat is een dringend gewenst om eigenlijk een sociale vooruitgang te brengen in de buurt. Eenheid te brengen in de buurt. Want het lastige van de zaak is dat je weet nooit exact wanneer je elkaar nodig hebt. Dus in een wakkelijk moment door, maar ik breng deze wakkelijkie. Dus we beginnen leuk te doen, we beginnen zelf te doen. Want het betekent niet dat van jou verwacht wordt dat je moet bemoeien als Malibi. Dat is niet de bedoeling. Ja, echt niet. Juist moet je privacy respecteren. Ja. Toch? Met respect voor je privacy, in elk bezoek access maar vlin money, want dat is niet bedoeld naar bureauhulp. Dat is alleen maar zo zijn, maar maak je extra keer alleen maar chap of je komt chap mee praten. Dat moet je kunnen vragen, of hier, kun je even op een kiesje die snel. Ik zie het is zwaar, en je wilt je ijskaska door zien, help me dat. Dat zijn dingen die je wel moet kunnen in een buurt, en dat is nooit te veel gevraagd. Dus dat besef dat wij elkaar nodig hebben, het besef dat we alleen door onderlinge samenwerking, door onderlinge hulpverlening, door mee te doen aan de gezelligheidsactiviteiten, de sfeer en het creëren, maar je creëert ook de waarde van je eigen bezittingen, want niemand wil een huis kopen in een buurt zijn lijn aan criminaliteit. Ja. Dus hoe meer rust er daar en is, hoe meer prijs ik waar heen, want we willen mensen daar komen wonen. Ja, precies. Ja. Dan heeft u het weer gehoord van deze gasten. Ik bedank u hartelijk dat u heeft geparticipeerd in deze aflevering van Opinie. En we blijven uw projecten volgen. Dank u wel. Zoals u het gehoord heeft van de gasten, is er nog veel te doen op het vlak van burgerparticipatie. Maar u kunt ook het verschil uitmaken. Voor het zorgen van een veilige en rustige omgeving is uw inzet ook belangrijk. Zoals meneer Berghout dat gezegd heeft, terwijl het goede gaande is, terwijl u werkt aan het goede, is het betere onderweg. Dat was het weer voor deze aflevering van Opinie hier op kanaal 8.3. De herhaling hebben we op de woensdag en de vrijdagavond telkens om 8 uur. Heeft u de aflevering gemist of wilt u het alsnog bekijken in alle rust, dan kan dat altijd op de YouTube-channel van het Nationaal Informatie Instituut. Ik bedank u voor het willen kijken naar deze aflevering. Blijft u vooral GovTV volgen en ik wens u een fijne avond verder. Goedenavond. Opinie.